Vandaag moet ik aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunamis gaan overleven in Roblox. En het eerste level speel ik in dit mega grote reuzenrad. En ik zit hierin en ik weet niet wat er gebeurt. Er gebeurt iets. Er is heel veel wind en het reuzenrad is hier al gebroken op een... Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee, ik val in mijn karretje. Wat gebeurt hier? Volgens mij is er een super grote storm op dit moment. Hallo, wat moet ik hier doen? Ik val echt tantoe hard naar beneden. Ik zit er nog steeds in dit karretje volgens mij. Maar, hallo, wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben op de grond nu in ieder geval. Dat is fijn. Ik ben best wel easy, zeg maar, op de grond gekomen. Ik zit hier eigenlijk best wel beschermd. En het hele reuzenrad is kapot. En iedereen om mij heen gaat hier dood. Maar ik blijf hier gewoon lekker in mijn karretje zitten. En er is eigenlijk niks aan de hand. Betekent dit gewoon dat ik nu deze storm overleefd heb? Of gaat er nog heel erg veel dingen kapot? Ik hoop in ieder geval niet dat er nog heel veel dingen kapot gaan. Oh, wat? Er is hier zeg maar een heel stuk uit mijn vloer. Dus het is denk ik beter dat ik hier gewoon even blijf zitten. En het hele reuzenrad valt gewoon uit elkaar. En er is nog één overlevende daar. Die staat gewoon in de wachtrij lekker te chillen. Ja, volgens mij heb ik het best wel goed gedaan. Volgens mij is gewoon bijna iedereen al dood. En ik hoop gewoon dat ik de laatste ben. Want als ik de laatste ben die overleeft in deze game, heb ik dus gewonnen. En iedereen waait weg. Maar mijn karretje blijft gewoon super handig staan. Hey, let's go. Ik heb gewonnen. Ja, ja. Voordat we gaan kijken welke natuurramp we nu weer moeten gaan overleven, vergeet zeker niet even te abonneren op mijn kanaal. Want dan blijf je op de hoogte wanneer ik een nieuwe video upload. En als je ook nog dat belletje indrukt, krijg je zelfs een melding. Dus waar wacht je op? Abonneer. Oké, we moeten nog een keer dit reuzenrad zien te overleven. En ik denk dat het best wel makkelijk gaat, toch? Ja, 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 ja. We moeten gewoon lekker erin gaan. En gewoon lekker chillen. En voor de rest niet zoveel. Oké. Je moet alleen wel geluk hebben dat je net in het goede karretje zit. Want toen net had ik echt superveel geluk. Alleen deze gast gaat niet zitten. Dat is niet heel erg slim. Gozer, als je nou gewoon gaat zitten... Oh, hij springt eruit. Oké, dat is sowieso niet heel slim. Want dat overleef je gewoon niet van zo'n hoogte. Oh nee, er komt een tornado aan, mensen. Dit is iets anders dan de vorige keer. Een tornado is namelijk een grote luchtcirkel die ronddraait. Waardoor dat je gewoon, ja, alle kanten opgeslingerd wordt. Dat gebeurt ook echt in de echte wereld. Alleen ga ik hier gelukkig niet echt dood. In België, waar ik nu woon, hebben we sowieso eigenlijk helemaal nooit last van tornado's. En ik ben dood. Ja, een tornado is toch iets heftiger dan een normale storm. Zo, dames en heren. We zijn hier bij een mooie boerderij. En we moeten hier gaan proberen te overleven voor een natuurramp. Alleen weet ik nog niet welke dat wordt. Hier zit even iemand lekker tractor te rijden. Lekker bezig. En weet je, ik ga gewoon lekker veilig binnen zitten. Want ik denk dat als ik hier op het dak ga staan en er komt weer zo'n hevige storm, dat ik het niet ga overleven. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. En hier hebben we ook nog een silo. En hier kun je ook omhoog klimmen. Maar dat doen al heel erg veel mensen. Ja, misschien is het slim, weet je. Ik heb deze maps nog nooit gespeeld. Ik ga gewoon even lekker hier zo binnen zitten in een hok. Dit lijkt op een paardenhok, weet je. Dit vind ik wel helemaal prima. Oh, ik kan gewoon in het hooi zitten. Laat ik dat gewoon even lekker doen. Ja, toch? Oh nee, er is gevaarlijke regen. Giftige regen, om precies te zijn. En ik moet hier gewoon binnen blijven chillen, zodat de regen mij niet kan pakken. Want ja, met regen is het gewoon het beste natuurlijk dat je gewoon een dak boven je hoofd hebt. En is... Oh nee, dit dak is het aan het begeven. Oh, damn. Oké, ik moet even veilig hier zo ergens binnen gaan zitten. Hier is het nog niet kapot. Dus hier zit ik veilig. Maar het hele dak is aan het instorten hier al. Gelukkig dit houten dak boven mij nog niet. Dus ik blijf hier gewoon even lekker chillen. Ja, het ziet er een beetje gevaarlijk uit hier. Ik ga in ieder geval niet daar staan. En oh nee, dit dak is het ook aan het begeven. Ik moet dus onder het bruine blijven zitten. Want dat stuk dak gaat het langste houden, denk ik, of zo. Ik heb geen idee. Oh, echt alles valt uit elkaar hier. Wat moet ik doen? Ik moet gewoon blijven zitten, Giel. Blijf rustig. Adem in. Adem uit. Het komt allemaal goed. Ja, ik zie hier dat er al een hele hoop mensen dood zijn gegaan. En hier staat ook iemand buiten. En die gaat het ook niet lang overleven, denk ik. Ik sta wel echt onder het goede stuk dak. Dit is het enige stuk dak wat er nog is. En oh, als het stuk dak op mij valt, dan ben ik ook echt hartstikke dood. Misschien moet ik eventjes hier zo gaan staan. Want hier is namelijk nog een bruine balk. En oh, die is ook hartstikke kapot gevallen. Let's go. Ik heb het wel overleefd. Dus dat is helemaal top. Oké, nu moeten we gaan overleven in dit mega grote huis. En... laat ik maar eens eventjes lekker naar binnen gaan. Want ik denk dat het binnen sowieso wat veiliger is dan buiten. Dat is in ieder geval over het algemeen in deze video wel bekend geworden. We hebben hier een zwembad met een prachtige badeend. Oké, hartstikke leuk. Ik ga gewoon hier in de kraan zitten. Ik ga gewoon hier lekker wachten. En ik ben heel erg benieuwd welke natuurramp er nu weer gaat komen. Ik hoop in ieder geval geen tornado, want die was niet heel erg fijn. Er kan dus ook een vuurbalregen komen. En die blijkt dus ook echt heel erg heftig te zijn. En nu is er een dodelijk virus. Oké, ik moet
Ik moet heel veel mensen ontwijken, staat er. Oké, ik ga gewoon aan de kant en ik ga niet bij mensen in de buurt komen. Wat is er met deze gast? Oh nee, hij heeft een rat op zijn schouder. Dat betekent dat deze man gewoon... Ik weet niet, volgens mij heeft hij het virus al te pakken. Ik moet snel naar boven, ik moet wegwezen hier. Ik weet dus echt niet wat dit virus inhoudt of zo. Maar goed, ik ga lekker hier zitten, ik ga lekker tv kijken. Ik ga gewoon nog even een paar mooie dagen hebben voordat ik het dodelijke virus te pakken heb. Ik ga hier gewoon even lekker chillen. Oh mijn god, er is daar iemand met het virus en ik zag iemand doodgaan bij mij al. Oh nee. Deze gast wil achter me aanrennen. Ik weet niet hoor, maar volgens mij zijn mensen gewoon heel erg gevaarlijk op dit moment. Hallo? Oké, ik ga gewoon niemand aanraken. Ik denk dat dat het beste is. Er gebeurt eigenlijk echt vrij weinig. Deze gast die loopt alleen achter me aan en dat vind ik een beetje eng. Weet je wat? We gaan maar gewoon even lekker van de glijbaan naar beneden zo. Hoppakee. Oh, wat leuk. Maar ik zie eigenlijk helemaal niks gebeuren. Wat is de bedoeling hiervan? Deze gast die loopt achter me aan en ik heb het overleefd. Dit was echt een super rare ronde. En wat ook super raar is, is dat jij nog niet bent geabonneerd. Dus kom op. Druk even op de knopje. We zijn hier in de volgende map met echt super veel mensen. Want dit zijn er echt super veel. En we hebben hier een huis. En in dit huis kunnen we ons weer gaan verstoppen. En hopelijk veilig zijn voor de volgende natuurramp. En laat ik hierboven maar gewoon even lekker gaan chillen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, oké? Ik moet echt even op mijn hoede zijn. Want ik wil niet weer doodgaan. Ik heb al wel de meeste potjes die ik heb gespeeld overleefd. Dus daar ben ik wel super blij mee. Oh nee, er komt weer een tsunami aan, mensen. Oh, wacht. Die hebben we trouwens nog niet gehad. Maar dat heeft dus te maken met het water. Dus het water gaat stijgen. Van natuurlijk de tsunami die eraan gaat komen. En ik ga hier gewoon even kijken. Kan ik de tsunami zien vanaf hier? Oh, damn. Hij komt via die kant eraan. Oké. Ik ga echt super snel naar boven klimmen. Ik denk dat ik hier gewoon het veiligste ben, oké? Oh nee, de golf komt echt steeds dichterbij. En hij wordt ook echt steeds hoger. Dit huis wordt dadelijk echt binnen no time gewoon weggespoeld. Ik wilde eigenlijk nog op de schoorsteen gaan staan. Maar zo, het is echt maar slim dat ik hier op het dak ben gaan staan. Dit hele huis gaat waarschijnlijk omvallen nu, of niet? Oh mijn god, ja, het gaat omvallen. Ik sta nog steeds op het dak. En er zijn echt een hele hoop mensen dood gegaan. Maar oké, ik sta nog veilig. Maar misschien komt er nog één aan en ik moet echt even op een veilige plek staan. Kom op, laat me hier even opspringen. Ja, oké. Ik ben nog steeds veilig, maar ik denk dat ik hem op zich wel overleefd heb. Ik weet niet of dat er nog een golf aankomt. Ik hoop het in ieder geval niet. Maar hey, ik heb deze echt super goed overleefd. Ik moest gewoon even op het dak blijven staan en zorgen dat ik niet in de golf terecht kwam. Want dat was 100% me dood geworden. Let's go, we hebben hem weer gewonnen. We moeten deze ronde gaan overleven in deze mega grote militaire basis. En er is hier al een helikopter helemaal lijp aan het doen. Ik weet niet waar hij mee bezig is, maar... En deze toren ziet er heel erg verleidelijk uit om op te klimmen. Dus laat ik dat maar gewoon gaan doen. Ik heb geen idee of dat het überhaupt een beetje nut heeft of zo. Maar ik ga het gewoon proberen. Deze toren is echt zo ziek hoog. Wat? Oh, mensen zitten hier ook allemaal in tanks. Oké, dat was eigenlijk echt veel vetter om te doen. Maar goed, ik ben hier op deze toren. En dit kan ook best wel vet worden, wilde ik zeggen. En ik val naar beneden. Nee. Ah, meen je dit? Kijk, ik zit er nu wel te kijken. En er zijn al een hele hoop mensen dood. Maar degene die bovenop die toren staat, die is er toch wel flink aan het overleven. Het was geen slecht plan. Alleen was de uitvoering gewoon wat minder. En oké, de toren die begint nu ook om te vallen. Ja, ik weet niet of dat dit zo'n goed idee was geweest eigenlijk. Oké, we zijn hier in een supermarkt, lijkt het wel? Ik heb geen idee. Het lijkt op een supermarkt. Laten we maar gewoon even naar binnen gaan en kijken wat het is. En hier gaat dadelijk weer de volgende natuurramp zich afspelen. En daar heb ik geen zin in. Oh ja, het is een supermarkt. Laat ik eens even gaan zoeken naar een plek waar ik echt super veilig kan verstoppen. Hier kun je... Nee, je kunt hier niet naar boven. Er is verder niks hierboven. Volgens mij moet ik echt gewoon hier zo ergens super veilig gaan zitten. Dit vind ik wel een goede plek. Lekker achter de kassa. Lekker beschut door deze muur. Oh nee, er is weer een dodelijk virus, mensen. Oké, die is echt easy. De vorige keer heb ik letterlijk gewoon de hele tijd een beetje rondlopen durpen. En dat was het ook. Ik probeer op die kast te komen. Want, oh nee, ik hoor iemand hoesten. Oh mijn god. Waar is degene die aan het hoesten is? Ik moet niet in de buurt komen van degene die aan het hoesten is. Oh kijk, je ziet er overal van die paarse balletjes. En die moet je dus echt niet aanraken. Want dan ga je gewoon hartstikke dood. Hé, dan denk ik dat ik het op deze manier best wel easy kan overleven. Ik sta hier gewoon letterlijk op een muurtje. Gewoon een beetje te kijken wat de rest aan het doen is. Nou, helemaal prima toch? Kijk, hier zie je nog allemaal van die gekke balletjes liggen. Oh nee, ik ben afgevallen. Oh, ik wil dit gewoon overleven, oké? Ik zie daar ook iemand super slim in de kast zitten daar zo. Daar wilde ik dus ook proberen te komen, maar dat is helaas niet gelukt. Oh, er komen ook echt steeds meer van die paarse balletjes overal. En die moet ik dus echt allemaal ontwijken. Maar dat is best wel makkelijk als je hier op een muurtje staat. Echt makkelijk.
kan je het niet hebben. En let's go, we hebben er weer overleefd. En we hebben hier de volgende map. En hier zijn allemaal bouwmachines of zo, lijkt het wel. En oh, let's go, ik kan gewoon dit ding besturen. Ja, 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 dit is top. Maar goed, dat gaan we nu niet doen. Ik wil even de high ground gaan zoeken, dames en heren. Oh, 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 oh. Ik moet hier ergens omhoog komen. Oké, okay, hier kan ik omhoog komen. Als er namelijk iets van een tsunami komt, ben ik natuurlijk niet helemaal veilig in een graafmachine. En ik kan hier niet doorheen lopen. Oh, hier zit ook gewoon glas voor. Ah, dat is het gewoon. Oké, okay, en kan ik hier ook nog op... Oh nee, tornado, tornado, tornado. Oh, damn. Ik moet gewoon echt uit de buurt blijven van dit. Ik zie hier alles al kapot gaan. Oké, ik moet even wegredden hier zo. Oh mijn god, dit is echt niet normaal. Kijk deze tornado dan. En er wordt steeds meer gesloopt door deze tornado ook. Ik moet gewoon aan deze kant blijven staan. Ik loop hier gewoon even naar beneden. Want dit hele gebouw gaat gewoon de lucht in. Oh mijn god, ik moet echt wegrennen als een malle. Wow, yo, kijk dan hoe dat dit eruit ziet in de lucht. Op zich best wel vet, als het maar niet mijn kant op komt. Anders is het niet zo vet. Oh nee, en ik zie dat er al allemaal balken hier overal naartoe vliegen. En die mag ik dus ook niet aanraken, want dan ben ik ook hartstikke dood. En dat scheelde echt niks. Ja, ik blijf hier maar gewoon eventjes lekker rondrennen en alles ontwijken. En dan moet ik het vast wel overleven, toch? Ja, easy. Volgens mij is de tornado al gewoon weer bijna voorbij, want ik zie niet heel erg veel meer rondvliegen. Alleen daar verderop. Ja, oké, okay, hij wordt eigenlijk weer steeds groter. Groter en groter. Ik moet nog steeds oppassen. Maar ik heb wel het idee dat ik hier gewoon hartstikke veilig ben. Dit is echt een easy win, dames en heren. Oh nee, hij komt mijn kant op. Hij komt mijn kant op. Oké, okay, oké. Okay, weg, 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 weg. Oh mijn god. Dit gaat niet helemaal goed. Ik blijf gewoon lekker hier staan. Hier zo achter deze muur. En ik heb het weer overleefd. Let's go. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren hier beneden. En check ook zeker even deze video hier, waar ik een mega grote stad heb gemaakt in Roblox. Hij is echt super leuk. Ik heb ook heel veel Robux uitgegeven in die video. Dus wil je dat nou checken? Klik dan sowieso eventjes hier. En bedankt voor het kijken. Doei doei.